Het plan van het college om de I-Amsterdam-letters te verwijderen van het museumplein, omdat deze symbool zouden staan voor individualisme en massatoerisme, maakte de afgelopen weken veel discussie los. En gisteravond kregen voorstanders van de letters in de Stopra nog één kans om te vragen: Jongens, waar zijn jullie mee bezig? Want volgens de insprekers zijn de letters alleen maar van toegevoegde waarde voor de stad. Eén, uh, de letters zijn een icoon. Het zijn in de loop der jaar allemaal letters van de meeste Amsterdammers geworden. Uh, het tweede is dat de mensen verwarren, toeristen komen niet omdat de letters aan Amsterdammer zijn. Toeristen komen omdat we reclame hebben gemaakt als stad Amsterdam. Maar daar had wethouder Udo Kok geen boodschap aan. De letters gaan in ieder geval van het Museumplein weg. Dat is altijd de bedoeling geweest, althans dat is altijd de bedoeling van het college geweest. Met de inspraak hopen de voorstanders van de letters dan ook vooral de rest van de gemeenteraad te overtuigen. Ja, gemeenteraad, overtuig GroenLinks. Want GroenLinks heeft echt gezegd, ja, we zijn ermee begonnen. Maar we begrijpen het ook wel dat we daarmee de toerist niet weghouden. Dat was hun argument. Sla ze met de argumenten om hun oren. Maar of er geluisterd wordt, is nog maar de vraag. Momenteel is de meerderheid van de raad het eens. De I Amsterdam letters gaan weg van het Museumplein. Niet uh, omdat ze voor individualisme staan of wat dan ook, maar gewoon omdat dat een plek is waar het wel heel druk is, waar het wel heel veel toeristen trekt. Uh, en omdat dat een plek is waar ze echt een symbool voor dat massatoerisme zijn geworden. Halen we ze daar weg, gaan we verder gewoon door met de campagne, laten we ze op andere plekken staan. En dan denk ik dat iedereen daar vrede mee kan hebben.